Hoi iedereen, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Isaac en ik ga met jullie wat bespreken. Om te beginnen heb ik geen haat naar alle bedrijven, naar alle evenementen die ik nu opnoem. Wat doet jij mee gegund? Wat doet jij geweest naar DTG en naar Fiat? En dan ga ik vertellen waar ik volgend jaar heen ga. En ook jaren ik volgend jaar heen ga. Nou goed, ik ga beginnen met DTG. Ik vond het heel erg leuk. Er zijn wel een paar maar dingen bij natuurlijk. Wat we moeten kunnen verbeteren vind ik eigenlijk. Voor mensen met handicap. Ze zeggen wel van ja. Isaac, we doen er juist aan om mensen met handicap te komen motiveren te komen. Dat vind ik leuk. Super tof van jullie. Maar. Er zijn dingetjes, kleine dingetjes die ik wil bespreken in deze video. En dat is dat ik vind dat ik volgende verbeteringen zijn. De beveiliging vond ik oké. Ik heb niks aan te merken. Maar je moet goed zoeken naar een EHBO'er. Ik heb natuurlijk een cadeter of te gelegd worden. Maar ik kon nergens een EHBO'er vinden om mijn zakje te legen. Ik ben een DM sturen naar DTG om een zakje te leren om de EVO te bellen. Daar ben ik al een kleintje tegen, ik heb de kaart naartoe gereden. Hey, ik moet een zakje even leren. Dat soort dingetjes, daar moet ik heen. Dat moet ik echt. Ik ga op zoek gaan en de dag daarna meer op zoek gaan naar die mensen. Ik weet dat het groter is dan Fiat, sorry. Dat weet ik ook wel, maar. Ja, ik doe iemand op van de beveiliging of zo, of een organisatie. Die kunnen het ook niet vinden, dacht daarna. Van, hoe zijn ze nou allemaal? En ik weet niet waar ze zijn, qua gebouwtje weet ik ook wel. Maar dan weet ik niet, er is altijd dicht. Dat vind ik zoiets, ja. Mensen met een handicap, ik vind het moeilijk om de deur openen, zoals ik. Ik kan moeilijk de deur openen, dus ja, dat gaat helaas niet. Dat vind ik hartstikke leuk, de DTG. Voor mij is het hartstikke te druk. En dan komen we bij het volgende evenement. Natuurlijk, het is de Fiat. Fiat Festival en Fiat Award. En dan ga ik vertellen waar welke ik heen ga. En welke ik niet heen ga, voorgoed. Goed, Fiat. Fiat Award was leuk, goed geregeld door de beveiliging. Ik mocht first lane, want ik zit natuurlijk in de rolstoel. En ik had natuurlijk een 10 uur meet and greet met Teske de Schepper. En daarna een chill, want dat was in de middag pas ergens. Maar in 10 uur had ik een meet and greet met Teske. Dus ik naar binnen, ik een bandje van de bezoeker. Ze liggen ergens in de bar. Maar ik mag naar binnen van de beveiliging en van de organisatie. Ik naar binnen. Ik moest natuurlijk ook wat eten. Maar wat ga je eten? In een restaurant. Waar je niet binnen kan. Met je rolstoel. Dikke shit. Maar gelukkig zag ik van, joh, ik ga kijken. Ik heb gevraagd aan de beveiliger. Die naast stond op het trein. Van, goh, wat kan nou om te eten? Waar het dan aan de. Daar bij dat andere gebouw is ik naartoe gereden. En ik was beveiliger, dat is een meisje, ik heb heel goed kon ik een kop vinden. Natuurlijk is ik een meisje. Nee, een geintje. Nee, maar in ieder geval, het is wel zo dat ik gevraagd heb voor Isaac, jongen, luister, dame, luister, ik kan nergens eten, ik moet eten, ik kan nergens naar binnen met mijn rolstoel, en nu? Graag van, en nu? Dat zie ik, maar goed. En nu, en toen, ja, dacht ik, weet toen ik roep iemand voor je op. Dus ik roep een andere beveiliger op, ik mag naar binnen backstage. En overleg gehad met die andere beveiliger. En op een gegeven moment was een jongen van Crewfood van. Je zag maar gewoon naar binnen toe bij ons op backstage. Want je moet altijd, ik moet eten, altijd. Altijd eten en drinken. Drinken en altijd eten. Dus ja,
dat is een beetje het verhaal. Het verschil tussen de twee events. En nu ga ik vertellen welke ik naartoe ga en welke ik voorgoed toe ga. Het is heel simpel. Ik ga niet meer naar de DWTG, want dan had ik de reden uit de kapitaal natuurlijk. Maar ik ga al voor altijd naar Fiat Fan Day. Om Fiat Fan Day. Omdat ik het beter kon vinden dat het rustig is voor mijn beperking. Ze gaan maar door, echt. Sommigen vinden het leuk om druk te hebben. Maar ik ben er iemand die van rust houdt in die. Ik weet dat het er niet te druk rustig is altijd. Maar goed, gaat erom dat ik dan lekker mezelf kan zijn. Bij DTG kon ik dat niet echt. Vandaar heb ik gekozen om alleen naar Fiat toe te gaan elk jaar. En niet meer naar DTG. Jongens, luister, sorry. Die naar DTG gingen van mij, vorig jaar. Dit jaar, maar dit jaar, vorig jaar ben ik daar niet meer te vinden. Dat het maar gewoon echt niet op de druk is. Dus ja, dan weten jullie dat ik daar niet meer heen ga. Dus dat was de video voor vandaag. Lekker lange video dit keer. Vond je de video leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik je morgen elke avond om 8 uur. Een nieuwe vlog. Of elke zaterdag om 2 uur een nieuwe video. En dan zeg ik nou, tot later. Doei! Life's like a blast, whoa, understand rules, it's eternity to blast smoke, listen, bands will be around, feeling steady though, grooving on that speed when we up in the stereo, listen, put the volume up, let's say what's up, listen, all we doing this music, don't foolish up, groove with my team, Dirty North, we around, if you're looking for them boots, out sale for the crowd,